Voorzitter, lijkt in het onderwijs haast sprake te zijn van een dodelijke cocktail van kansenongelijkheid, waardoor niet iedere jongere evenveel kans heeft om zijn of haar dromen na te streven. En denkt zal daarom in de eerste plaats de nieuwe regering er altijd scherp op houden dat die dodelijke cocktail van kansenongelijkheid gestopt moet worden, zodat het uitkomen van elke droom van iedere jongere bereikbaar is. Voorzitter, en dat begint bij onze leraren. Zij zijn de mensen die de grootste inspanning leveren om die dromen te verwezenlijken. Om de kansenongelijkheid terug te dringen, moeten zij leerlingen persoonlijke aandacht kunnen geven. Maar nu hebben ze te weinig ondersteuning, komen om door administratieve romslomp en verdienen te weinig geld. De heer Beertema. Ja, voorzitter, ik wil meneer Koesen vragen of dat nou echt waar is dat het begint bij leraren. Het begint toch veel eerder. Het begint toch bij de verantwoording van ouders. Al die ouders die niet-Nederlandstalige oorsprong, die zouden toch zo langzamerhand, hè, de derde generatie tussen de oren moeten hebben, dat je thuis Nederlands spreekt, dat je Nederlandse televisie kijkt, dat je die schotels weghaalt, dat je onderdompelt in de Nederlandse cultuur, taal enzovoort. Hè, wat ik zei, liedjes leren, Nederlandse liedjes, Nederlandse verhaaltjes voor het slapen gaan enzovoort. Waarom wachten ze daar allemaal mee en denken ze dat het onderwijs het wel oplost? De heer Koesen. Voorzitter, dit is nou typisch PVV, een mensbeeld, een wereldbeeld dat ervan uitgaat dat de werkelijkheid die tussen de hoofden van een aantal PVV'ers zit echt recht doet aan hetgeen wat er in de samenleving speelt. Ik herken absoluut niet wat de heer Beertema zegt. Er zijn genoeg mensen met een migrantenachtergrond die thuis Nederlands spreken. Hey, ik kan een voorbeeld geven van mijn eigen situatie. Wij hebben jarenlang voorgelezen voor het slapen gaan. Dat waren Nederlandse boeken. Maar we hebben het ook gedaan in het Turks. Dat hebben we ook gedaan omdat wij ook wilden dat onze kinderen tweetalig werden opgevoed. En ik kan u vertellen, ze doen het uitstekend op school. Ze spreken allebei, het zijn er twee, ze spreken prima Nederlands. En dat geldt niet alleen voor mij, want u sprak net over allemaal. Dat is dus lang niet het geval. Heel veel mensen, daar gebeurt het bij. En ik ben er ook blij mee, dat is een compliment richting de coalitiepartijen, dat er ook meer geld wordt vrijgemaakt voor vroegschoolse educatie, voor ouders die dat niet kunnen. De heer Beertema. Ja, voorzitter, gelukkig is het zo dat er heel veel kansen zijn voor al die mensen die wel dat besef hebben dat die verantwoordelijkheid bij hun ligt. Tuurlijk, daar ben ik hartstikke blij mee. Maar de grote massa heeft dat niet. Daarom hebben we die VVE ingesteld om die taalachterstanden weg te werken. Daar komen honderdduizenden kinderen, vooral in de grote steden, die geen woord Nederlands spreken, omdat ze het op school wel leren. Voorzitter, dit is een verhaal van 20 jaar geleden. 20 jaar geleden zou ik tegen de heer Beertema zeggen, u heeft een punt. Maar de dagelijkse realiteit is anders. U zou eens een keertje in die grote steden moeten kijken wie er allemaal voor de klas staan. Dus dan hebben we het niet alleen over de ouders, maar dan hebben we ook over mensen die voor de klas staan en die bezig zijn met alle kinderen in Nederland. Dus niet alleen een bepaalde groep kinderen, alle kinderen in Nederland. Voorzitter, daarvan is de diversiteit enorm, dat doet me goed en dat zouden we eigenlijk moeten doortrekken naar allerlei andere sectoren. Tot slot. Voorzitter, nog niet zo lang geleden lees ik een interview met, ik weet niet zo gauw die heet, een stervoetballer van Marokkaanse afkomst, stervoetballer van Ajax, in de Telegraaf ergens, die een prachtig verhaal heeft over dat zijn kinderen tweetalig worden opgevoed. En hoe zit het dan met Nederlands is de vraag. Dat hoeft niet, dat leren ze op school. Dat is de situatie zoals die is. Dat is gebruikelijk in die kringen. En ja, dat is de realiteit. Heeft niks met de PVV te maken. Jawel. Dat is de taaie werkelijkheid. Jawel, de werkelijkheid is dat, hè, de PVV doet het opnieuw, voorzitter. Ze pakken er een voorbeeld uit en dat projecteren ze op heel Nederland. Dat projecteren ze op heel Europa. Dat projecteren ze op de hele wereld. En het doet totaal geen recht aan de werkelijkheid.